VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op de Limburgse derby tegen Fortuna. VVV presenteert casual kledinglijn. De Lano van Krooi zet een nieuw fragment in de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste competitiewedstrijd. Feyenoord-VVV. Feyenoord-VVV, de wedstrijd die al na een minuut werd stilgelegd nadat het licht in de Kuip uitviel. Ruim een half uur werd vergeefs geprobeerd de lampen weer aan te krijgen. Met het oog op de veiligheid in en rond het stadion besloot scheidsrechter Nijhuis vervolgens de wedstrijd te staken. Ja, heel bizar dat je 30 seconden bezig bent en het licht uitvalt en de wedstrijd uiteindelijk gestaakt wordt. En ja, 50.000 mensen klaarzitten voor een mooie pot voetbal en die kunnen naar huis. Wij konden ook natuurlijk weer het hele end terug naar Venlo, dus dat was wel echt een deceptie. Ja, maar hoe gingen je spelers ermee om? Ja, heel nuchter, want je kunt in dit soort gevallen niet zoveel. Hè. Eerst word je teruggestuurd naar de kleedkamer en dan is er constant overleg tussen ons en de KNVB en de scheidsrechter en Feyenoord. Met z'n drie of vier is er constant overleg. Maar goed, daar komt natuurlijk ook de driehoek bij, de burgemeester van Rotterdam. Iedereen heeft er dan mee te maken en dan uiteindelijk beslissen ze om niet te voetballen. Maar ja, dat was echt zonde, want wij hadden heel veel zin in die wedstrijd. De spelers van Feyenoord die keerden nog terug op het veld om afscheid te nemen eigenlijk van de fans. Jullie niet, maar dat had een reden, begreep ik. Ja, wij werd ons toch verzocht om zo snel mogelijk, omdat het lang duurde voordat er uiteindelijk uitsluitsel gegeven werd. En zo snel mogelijk omkleden en weer in de bus te stappen, ook vanwege de veiligheid. Vanuit Rotterdam, delen van de parkeerplaats waren ook niet verlicht. Dus dat was eigenlijk op verzoek van de politie om zo snel mogelijk in de bus te stappen. Dus dat is er niet van gekomen. We hebben uiteraard wel via social media onze dank uitgesproken. En gelukkig waren hier ook nog een aantal supporters. Dus we hebben als team zijnde ook gewacht tot de supporters hier op de parkeerplaats terug waren. Een deel van de supporters, dus de mensen bedankt. Dus ja, bij deze ook, als ik het via deze manier nog kan doen. Iedereen bedankt voor de steun. En ik hoop dat de volgende keer ook weer zo'n mooie groep mensen meegaat naar Rotterdam. De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV wordt nu donderdag 6 december in zijn geheel overgespeeld. Beide clubs bereiden een speciaal ontvangst voor op die dag voor hun fans. Vorige week werd VVV door AZ uitgeschakeld voor de beker. De reacties op die wedstrijd waren vorige week te zien en te horen. Nu de beelden. AZ 9e in de Eredivisie. Lager dus op de ranglijst dan VVV. Dit is een goede aanval. Til legt hem af op Seuntjes, de enige nieuweling in de basis in de ploeg van John van der Brom. Hij vervangt Johnson ten opzichte van de wedstrijd tegen Heerenveen, die met 3-2 werd verloren. Prima gedaan door Til en Seuntjes met de openingstreffer vlak na de rust. En dan komt AZ weer met Idrissi, met Mietje. Deze is toch niet te missen voor Oussama Idrissi. En dat betekent de beslissing in de wedstrijd 3 minuten voor tijd. Dan heeft Idrissi eindelijk zijn doelpunt te pakken. Als AZ het nog maar een keer probeert. De voorzet, de overtreding van Moreno Rutte op Guus Til. En dan komt er een strafschop voor AZ. En wie mag die strafschop dan gaan nemen? Inderdaad, Kelvin Stenks om zijn rentree een gouden randje te geven. Maar daar denkt Oenerstaal anders over. Het blijft uiteindelijk bij 2-0. Stenks is wel terug en AZ gaat eenvoudig naar de laatste 16 van het bekertoernooi. Supportersgroep VV Volle Cool, Calico Jack en VVV presenteren komende zondag een nieuwe kledinglijn voor dames en heren. Het initiatief voor de casual kledinglijn komt vanuit de supportersgroep. Ja, we zijn eigenlijk weer anderhalf jaar geleden zijn we ongeveer begonnen door een discussie op Twitter eigenlijk. Toen hebben wij een groepje gevormd om eigenlijk wat meer exposure rondom VVV te creëren in de binnenstad. We zijn begonnen met die bekende wedstrijdposters die je nu overal ziet hangen. En dit is eigenlijk ons tweede concrete grote plan waar we mee bezig zijn. Waarom past dit initiatief zo goed bij jullie doel?
Omdat ik denk dat deze kleding niet alleen voor de wedstrijddagen is, zeg maar. We zijn VVV, daar mogen we trots op zijn. Maar ik snap ook best dat mensen niet met een wedstrijdshirt naar hun werk gaan of zelfs naar de wedstrijd gaan. En ik denk dat dit gewoon een beetje laagdrempeliger is, maar dat je nog altijd nog je trots kan laten zien, zeg maar. Het is nog een verrassing hoe het eruit ziet. Klein tipje van de sluier. Ja, eigenlijk hebben we hebben een video gelanceerd. Een soort productvideo waar we eigenlijk iedereen een beetje een inkijk laten zien in het project. Daar zie je al wat kleine details. Het detail wat we natuurlijk wel willen vrijgeven is dat het een link naar het verleden heeft. Ja, VVV heeft natuurlijk een roemrucht verleden. Bestaat al meer dan 100 jaar. Dus er zitten details uit het verleden zitten in ieder geval in verwerkt. De collectie is vanaf vrijdagmiddag online te bekijken en komende zondag exclusief verkrijgbaar in de kledingzaak op de parade. Bij de release is de complete selectie en staf van VVV aanwezig. Van alle kledingstukken zijn er maar 150 gemaakt. Ja, we willen zeg maar het stukje cultuur van VVV willen we overdragen naar de supporters. Zeg maar. En wij hopen dat zondag de hele winkel vol staat, dat alles uitverkocht is en dat we dan misschien nog een tweede collectie kunnen maken. We hebben doelbewust gekozen voor een kleine oplage, omdat wij vinden dat het moet ook een beetje exclusief zijn. Zeg maar. Het moet niet te massaal worden, te commercieel. En daarvoor de kleine oplage. Ja. VVV ontvangt zaterdagavond Fortuna Sittard. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in de Eredivisie was in 1992. Een VVV met onder andere John Rooks en Jai Driessen. Kun je het nog herinneren? Dan moet ik wel heel diep in mijn geheugen gaan graven. Maar volgens mij 1-4. Waarvan ik mezelf nog wel kan herinneren dat ik nog dat het wel een van mijn mensenwedstrijden was die ik ooit bij VVV gespeeld heb. Laat gestoord, te laat in feite natuurlijk. En dan een goal. Na een enorme blunder van doelman Rooks. En een doelpunt van Anton Jansen. Precies 1 minuut en 39 seconden gespeeld. Effect aan die bal. Doelman komt weer. En een doelpunt. Wat een weggevertje, wat een fout in de verdediging bij VVV, misgeslagen met de doelman. In ieder geval Bogers maakt zijn tiende goal. Samuel iets te laat met zijn slijding. Berenstein met Haan voor. Haan, ja, goal. 10 tegen 11, heel kranig wat VVV daar laat zien. Bordak heeft een goed schot en scoort. En ditmaal neem ik het doelman niet kwalijk. Rooks, geblesseerd als hij is, kon niet op tijd naar die hoek komen. Taihutu. Driessen. Ja hoor, Marco Bovens. Zijn zoveelste kans, scoort zijn 11e goal. Het is een slecht moment hebben we uitgekozen hiervoor. Helaas wel. Maar ja goed, die wedstrijd had je er ook tussen zitten. Maar ik weet in ieder geval nog wel dat we met die 4-1 verloren en dat we in de tweede helft ergens een rode kaart hebben gekregen van Geert Braam. En dat ik ook nog een blessure heb opgelopen, ook nog maar dat ik eigenlijk wel de wedstrijd nog gewoon heb uitgespeeld. Dat is een van de weinige dingen die ik me kan herinneren. Waren dat beladen duels ook in die tijd, die Limburgse derbies? Dat kun je wel zeggen. VVV Fortuna of Fortuna VVV is altijd wel een derby geweest. Dus het waren wel op zich wel altijd pittige wedstrijden. En ook een paar keer een keer ontspoord natuurlijk, hier thuis. Ik kan me nog het wedstrijd herinneren waar Gerben Rosmaan samen met Huub Vennings een flinke clash hebben gehad. Maar op zich zijn het altijd spannende wedstrijden geweest. Nu zo'n 26,5 jaar later staan VVV en Fortuna dus weer tegenover elkaar in de koel. Net als VVV doet Fortuna het als nieuwkomer op het hoogste niveau verrassend goed. De Sittardenaren staan tiende met 13 punten, slechts 2 minder dan VVV. Hele onbevangen, maar wel heel duidelijk en heel erg als ploeg zijn. Ik zie daar heel veel spelvreugde. Ik vind het een echt team.
En ik denk dat wat dat betreft dat je het heel goed kunt vergelijken met onze ploeg. Het scheelt niet veel op de ranglijst. En ik denk dat het de krachtsverschillen in het veld ook niet heel zullen zijn. Dus ja, wat dat betreft alle complimenten voor Fortuna hoe zij dat daar voor elkaar hebben. Het is een Limburgse derby natuurlijk. En 26,5 jaar geleden dat hij voor het laatst werd gespeeld op eredivisieniveau. Merk je dat in de aanloop naar die wedstrijd? Nee. Nee. Nee, kijk, je merkt natuurlijk rondom wel dat de derby leeft. Maar wij hebben, ja, wij als ploeg zijnde, die zijn toch met name bezig om puur met die wedstrijd bezig. Natuurlijk, er zijn altijd wedstrijden die een speciaal tintje hebben. Dat is natuurlijk voor de Limburgers, de derby's hier zo. Dat is tegen de topploegen. Ja, dat geldt voor mij tegen wedstrijden als tegen ADO, als tegen NAC waar je gewerkt hebt. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we de punten zaterdag in huis houden. En dan zetten we weer een mooie stap. En dan voor dit moment de beste van Limburg blijven? Ja, voor dit moment wel. Degene wie wint is de beste van Limburg. En nogmaals, ik denk dat we het als beide ploegen het gewoon hartstikke goed doen. En het zal een behoorlijke strijd worden zaterdag. En we zien het wel uiteindelijk wie om 10:45 het hoogste staat op de ranglijst. Het zijn natuurlijk nog weinig jongens van deze streek. Vroeger hadden we eigenlijk bijna in die tijd eigenlijk een venloos team. Om het zo maar te zeggen, ja, nu zijn er toch al meer jongens vanuit verschillende windstreken, verschillende landen. Ja, ik denk dat voor hun dat derbygevoel niet zo speelde als voor ons. Voor de Venlonaren binnen het team en dus de staf? Ja, dat wel natuurlijk. Hè? Want je wilt, zoals de situatie nu is, wil je gewoon de beste van Limburg zijn en blijven. Zo simpel is het gewoon. Maar wij kunnen er weinig meer aan doen eigenlijk. Hè? Dus we kunnen de voorbereidingen treffen en voor de verdere rest houdt het voor ons dan op. Hè? Moet beter gaan dan 26,5 jaar geleden dan, zeg maar. Daar gaan we maar vanuit. Want volgens mij hebben we nu een hele, hele goede keeper in de goal staan. Of Roel Jansen erbij is tegen zijn oude ploeg is nog niet duidelijk. VVV ging maandag in beroep tegen de 4 wedstrijden schorsing naar aanleiding van de rode kaart tegen Emmen. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennarty. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de 3e maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. 0-0 is voldoende. En dit is de tastbare schaal. Iets tastbaars. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Vos. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Suntjes die ver terug speelt. Steeds het spel moet maken, de man van de openingen. En dit is zo'n opening, een goeie hoor. Maar dan is de voortzetting weer minder. Maar is dat toch opnieuw Suntjes? En daar is de 0-1. Malappa. Penny Malappa. Groot en sterk natuurlijk, maar dat mogen de verdedigers van Emmen zich toch ook aanrekenen hoor. En dan wordt het voor de Drenthe een lastig karwei. Want VVV geeft heel weinig doelpunten weg. En zo ziet de top 3 eruit na vorige week. Delano van Crooy mag er deze keer een nieuw fragment in zetten. Dan haal ik het moment tegen Emmen eruit en dan zet ik een nieuw moment erin. De eerste goal van Penny, dat hij de bal gegund krijgt van Tino. Dat is zijn eerste doelpunt en vond ik wel een mooi moment. Ik denk dat dat wel typerend is voor ons als groep. Ja, ik wou zeggen, je kiest het omdat het typerend is voor het teamgevoel op dit moment bij jullie. Ja, ik denk niet op dit moment alleen. Ik ben nu 4 jaar hier en ik denk dat het al 4 jaar het geval is. En nieuwe jongens die erbij komen, die passen zich daar moeiteloos aan. Dus voor ons geen ruimte voor egootjes. Wordt hij dan in de 2e minuut door Mlappa zelf verzilverd? Mlappa voor zijn eerste in de Eredivisie en daar is hij! Mlappa scoort voor VVV en opent zijn rekeningcourant in de koel. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.